gotta get up. Hey bloggetjes, het is vandaag woensdag 29 oktober en het is 10:45. Ja mensen, het is vakantie, dus ik slaap me uit. Daarom dat mijn vlogs ook ietsjes later beginnen. Wel mijn excuses daarvoor. Mijn plan voor vandaag, ik ga eigenlijk niks doen. Straks nog naar de supermarkt met mijn mama. Maar voor de rest niet shoppen, want ik ben al 2 dagen achter elkaar in shoppen. Gisteren met Sophie en eergisteren met Sina. Ook nog eens in dezelfde winkels. Ik ben nu de vlog van Masha aan het kijken. Vlog nummer 197, lekker lusjebad. En daarna ga ik de video kijken van Behind the Trend. Inspired by Beautyblog heeft een nieuw YouTube kanaal, Behind the Trend. Ik weet niet wie haar volgt, maar voor degenen die haar volgen zeker een kijkje opnemen. Ze post elke dinsdag een video over een bepaalde modetrend en daar vertelt ze dan wat over. En deze week gaat het over de XXXL coach, dus de oversized jassen. Dat is nu heel erg mode, dat zie je ook heel veel op de catwalks. In deze video ga ik naar de vlog van Masha kijken. Ik ga ook mijn hele make-up stash opruimen, want het is echt een rommelboel omdat er zoveel dingen bij zijn gekomen. En ja, het is gewoon veel te rommelig. Ik ga niet een videovorm doen, omdat jullie pas mijn stash hebben gezien. En is het misschien wel een beetje saai om het weer te zien. En om gewoon versnelde beelden te zien is ook niet leuk om naar te kijken. En ik zal jullie wel before-after laten zien in de vlog, dus dat jullie het ook een beetje kunnen zien. Ik zou zeggen, veel plezier met het kijken van deze vlog. Wow, dit is heel mijn make-up stash. Ik heb toch ook besloten om de bakjes leeg te maken. En als het zo op mijn bureau ligt, zie ik toch dat ik wel heel erg veel make-up heb. Ik vind dat het er wel cool uitziet als je het zo neerlegt. Wat ik nu ga doen, is alles op categorie leggen. Terwijl ik aan het opruimen ben, merkte ik ineens dit geluid op. ASMR, dit vind ik zo een leuke geluiden. Als je dit niet leuk vindt, spoel het stukje dan even door maar. Als jullie een ASMR-video willen zien van mijn stash, laat het dan ook even weten in de reacties. Voilà, ik heb alles op categorie gelegd. Het heeft wel even geduurd. De oogschaduwcategorie, de lipproducten, dat is best wel veel. Mijn kwasten, foundations, concealer, primers. Alle oogdingen zoals mascara, eyeliner, wimperkruller, gel mascara, oogpotlood enzovoort. Blushes en highlighter en bronzer. Het is 10:50 en ik ben klaar. Ik heb mijn bakjes ook opgeruimd, maar alleen mijn avondbakjes veranderd. De BB cream is anders en het oogschaduwpalet ook. Maar dan ga ik jullie nu mijn laadjes laten zien, want die zijn wel heel erg veel veranderd. Als eerste deze laden met al mijn foundations. Nu ga je denken, waarom heb je de before niet laten zien? Kijk gewoon naar mijn make-up stash, dan zien jullie hoe rommelig het was. Tweede laadje, mijn oogschaduwpalettes. Ik heb ze hier niet allemaal in zitten, omdat het anders te vol werd. Derde laadje. Gaat best moeilijk open. Dat ziet er nu zo uit. Het volgende laadje is nog vrij hetzelfde, maar dit oogschaduwpalet kreeg ik hier niet meer bij, dus die heb ik gewoon hier op beneden gelegd. Lipproducten la gaat weer open. Hier heb ik alle lipsticks gelegd, dat lippotlood en alle lipglossjes die in tubjes zitten. En dan in de laatste lade heb ik de ronde, slash platte en vierkantige lipglossjes gelegd. En mijn bronzer en zo, hoe het nog altijd was. En nu is mijn hele stash weer netjes opgeruimd. Hey bloggertjes, het is 10:40 ondertussen. Ik heb net middag gegeten, ik heb lekkere frietjes gegeten. En ik ben nu een paar YouTube video's aan het kijken. Ik ben ook een video aan het uploaden. Review van Catrice All Around Concealer Palet. Binnen 17 minuten is die geüpload. En dan zal ik hem ook publiceren op mijn blog. Ik denk ik vlog niet even, want het was alweer een tijd geleden. Hey bloggertjes, het is 10:40. Sorry dat ik niet meer gevlogd heb. Ik ben net gedoucht. Ik ben ook naar Theresa geweest. Ik ben er tot 9 uur gebleven. En ik heb daar niet gevlogd, omdat ik had mijn iPad niet bij. En mijn gsm was plat, dus ik kon daar niet mee filmen. Echt sorry, en ik heb mijn paar vlogs die ik al heb opgenomen bekeken en ze zijn best saai. Ik klets bijna de hele tijd en als ik dan naar reacties kijk, heel positief, heel erg leuk, dus dat vind ik wel fijn om te lezen. Maar ik wil echt mijn vlogs leuker proberen te maken, maar in deze week vakantie is het allemaal zo druk en hectisch met wie je wil afspreken en zo. En sommigen willen niet vloggen, sommigen wel. Dan vergeet ik het of op de plek waar we naartoe gaan, kan je dan niet vloggen. Dus echt mijn excuses als het wat saai is. Maar ja, ik vind Rex echt heel leuk van je vlogs zijn super leuk. En dan kijkt hij en dan denk van
Nou ja, zo interessant was het eigenlijk niet. Maar ik wil je toch allemaal bedanken. En ik ga ook weer deze vlog afsluiten. Ik doe mijn best om er deze vakantie, de vlogs tot nog komen, leuker te maken. Ik kan je niks beloven, maar ja, ik hoop het in ieder geval dat het voor jullie leuk is. Dat ik jullie ermee vermaak en dat jullie ook volledig kijken. Vond je deze vlog leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet hier beneden niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!